Vanaf hedenmorgen heet de Bataviastraat in Ikeri voortaan de Erwin Milton Ebelstraat. Dit is vastgesteld per presidentiële beschikking vanwege Ebel zijn verdiensten in en voor de Nigeriaanse gemeenschap. Het redelijk goed opgekomen publiek heeft zich niet thuis laten houden door de regen op dat moment die als spelbreker wilde fungeren. Kenneth Donk gaf even kort een beschrijving uit de levensloop van deze grote Nigeriaan die vandaag geëerd wordt. Erwin Milton Ebel, geboren op 4 oktober 1962, is ons zeer dierbaar. We weten dat hij vele diensten aan deze gemeenschap, en ik neem het mee, aan Suriname heeft bewezen. Als kleine jongen heeft hij de Spangenbergschool bezocht. Daarna is hij leerling geweest van de Snijders Hogeschool, om vervolgens naar Paramaribo te vertrekken, waar hij de AMS heeft doorlopen. Maar de familie heeft mij verteld dat zijn droom altijd was, en dat was al bij zijn 4-jarige leeftijd, dat hij dokter wilde worden. Na de middelbare school met goed gevolg te hebben doorlopen, heeft hij de universiteit bezocht om arts te kunnen worden. Helaas, met een kleine onderbreking, moest hij daarmee stoppen, maar hij vertrok toen naar Amerika om wederom de studie om arts te kunnen worden op te pakken. Het is hem niet gelukt daar zijn studie af te ronden, dus hij kwam naar Suriname terug, het land van zijn liefde. En hij werd opgevangen door de multinational Suralco, waar hij kort heeft gewerkt. En toen kon hij wederom aan de Anton de Kom Universiteit zijn studie om arts te kunnen worden voort te zetten. En dat lukte hem uiteindelijk. Je ziet zijn doorzettingsvermogen om naar zijn doel toe te gaan. Hij is toen arts geworden, heeft kort gewerkt in Paramaribo, het academisch ziekenhuis, en kwam toen naar Nikeri, waar hij zijn diensten begon te geven aan de Nigerianen, bijzonder via het streekziekenhuis Nikeri. Daarna heeft hij zijn eigen poli geopend aan de Gouverneurstraat nummer 10, waar hij dus gewoond heeft, het ouderlijk huis gestaan heeft. En daar hebben velen van ons, ook ik, hem leren kennen. We weten dat hij al heel vroeg opstond in de morgen, 5 uur in de ochtend of eerder dan, werd zijn poli al opengesteld voor de zieke mens. Zie daar zijn dienstbaarheid. Ik wil kort ook hierbij stilstaan. Zijn dienstbaarheid aan de gemeenschap, zijn liefde voor de gemeenschap, zijn liefde voor zijn werk. Dingen die zijn centraal stonden in zijn leven. Hij heeft dus vele dingen gedaan. Hij is ook in de politiek, heeft hij zich geprofileerd. Trots de vele stemmen die hij behaald heeft, is het hem niet gelukt. Maar we weten dat hij gedragen werd door de gemeenschap. We kennen hem dus als kleine jongen, een geduldige, eerlijke, ethiek en moraal, hoog in zijn vaandel. Wij zeggen hij was iemand van long suffering. Dat betekent buitengewoon veel geduld kon hij opbrengen. Dat was in het kort eigenlijk zijn leven. Helaas, men zegt wel eens, only the good dies young. Helaas, maar de Heere, de Schepper, weet het. Weet wat er allemaal in zijn leven omging. En de Schepper heeft besloten hem naar zich toe te trekken. Dat was 2 november 2013. Ook ondervoorzitter Roy Sedok van de districtsraad liet de revue passeren over Ebel als Nigeriaanse zoon en hoe het is gekomen tot deze dag. Volgens hem zou de carrière van Ebel mogen dienen voor elke collega. Today, now a big day. Now a big day, niet alleen die familie Ebel, maar die totale Nigeriaanse gemeenschap. Omdat today we over eeuwig, wamang,
Sambi abak ati tepayoy sepresi, Dr. Erwin Ebel. En afiti, tak we chenji ane Batavia straat, charen kong na Dr. Ebel straat. Maar vooraf wat loro ko doen. Dus mata bede na uitvaarddienst voor Dr. Ebel sabi, tak op een bepaalde moment spontaan uit dat groep voor dus mata bedappe, dus mataki, wie wankari gouverneur straat, Dr. Ebel straat. Maar nog alles aan zijn actie kan kiezen. Uit respect die een verzoek door de president. Voor Kenki, als straat die zie Batavia straat en Dr. Ebel straat. En mannen, denk je schreef en man tak direct ja. De mensen die keren hadden geweld dat het gouverneur straat zou worden. Maar zande onnetkare gouverneur straat. Omdat we een aantal mannen versie bij actie. En tegen respect is er een man alle fasie. Onder alle omstandigheden, dat in een jumpen de maat abra. En hoe taki, zou het doen, wat jama wat trastraat, die krusbipa geboren, en dat de Batavia straat. Tejereja, en dit is met taki giden datra, omdat die afiti, tak datra moest ik de pogen city voor eigenschappen, voor datra ebel abra. Tejereja, sani saip zijn die keri voor datra, dat we actie de mannen alle respecti, teki al lobby. Zijn ebel bij Abidje patiënt, zijn ebel bij Abidje niet kerman, tegen Abra en meke je eigen. In alle van voordeel die alle strana man en kerman in het bijzonder. Mij persoonlijk breedte, en mij zei dat na mij, a totale niet keriamse gemeenschap breedte, dat die de we voor eeuwig man. Maar ook toen zei mij wel leggen uit, na afasie van een president te denken, een man te denken in afasie taki, zijn a people wani, en dat moest je de people. Volgens deze Julum Singh dateert het verzoek van deze grote dag van januari dit jaar. Maar parlementariër Doekhi heeft zich ook enorm ingezet dat de zaak niet is blijven vaststeken, maar gesmeerd mocht lopen. Namens de Nigeriaanse gemeenschap bracht de DC daarom ook dank uit aan het adres van Doekhi voor zijn inspanning. Daarnaast stelde ook Julum Singh Ebel als rolmodel voor zijn collega's in Nikeri die soms nog steken laten vallen. We weten dat het nogal wat werk verzet heeft. Nogmaals, heer Doekhi, heel hartelijk dank dat u hebt ook getroost. De overtuiging overgebracht naar de president om een grote zoon, die we tot naar de dag van vandaag missen, in zijn werk, zijn dienstbaarheid, zijn liefde voor de gemeenschap. En dat onderstreep ik, omdat ik anderhalve week terug nog steeds merk dat er artsen zijn, en ik zal niet ophouden dat te zeggen, zolang het nog gebeuren, die weigeren op patiënten te behandelen. Kijk, als ik ziek ben, als u ziek bent, en u weigert te behandelen omdat je geen kaart hebt en geen geld hebt, maar als een baby van 5, 6 dagen, 7 dagen bij u komt, waarbij je moeder en vader bij zo'n arts ingeschreven zijn, en als arts weigert op een kind te behandelen, zolang je niet betaalt, dan vind ik dat u in ieder geval geen menselijkheid, geen humaniteit in u hebt. God dank dat we een ziekenhuis hebben en een directie hebben die wel bereid is voorlopig die mensen te helpen in die gevallen waar het kan. Maar dank ook naar hun toe groot dat zij die gevallen ook kunnen opvangen. Nogmaals dank aan iedereen die de nodige gedaan heeft om een grote zoon die een voorbeeld mag zijn voor velen in Suriname op zo'n manier voor de eeuwigheid zijn naam vast te leggen. Ook de tante van de overleden arts, Carmen Ebel, die zich in zijn jeugdjaren over hem heeft ontfermd, toonde zich ingenomen met de beslissing zijn naam te vereeuwigen. We willen ons dank uitbrengen aan de regering, in het bijzonder de president, die initiatief neemt zijn paarse partij. De burger van voortanders en anderen die niet bij naam genoemd zijn. Wij zijn jullie erkentelijk Erwin Milton Ebel op zo'n manier te willen gedenken. Niet te vergeten, zijn naam niet door te halen, maar een straat naar hem te vernoemen is gedenkwaardig, al is hij gestorven. Hij is rechtvaardig door de Heere opgenomen en zijn rechtvaardigheid zal blijven voortleven. Hartelijk dank namens de kinderen Ebel, familie Ebel, Melgers, de Nigeriaanse gemeenschap. Bless, God bless you all. Ik ben ontroerd, want dit had ik niet verwacht. Maar ik stel het heel op prijs dat we hem nooit zullen vergeten. Het was een verdiende vernoeming van de straat naar hem? Ja,
Zeker wel. Die keren heeft het laten doorschemeren. De kinderen heb ik hier misschien gemist. Hoe is dat bij hun overgekomen? Heel goed, heel goed. Maar wegens omstandigheden kunnen ze niet hier zijn. U bent in feite de persoon geweest die aan zijn zij heeft gestaan vanaf zijn jonge jaren tot aan zijn graf toe, moeten we het zo stellen. Hoe heeft u hem ervaren? Ik heb Erwin heel rustig ervaren. Hij was een heel tevreden kind. Heel tevreden, niets te klagen. Geen hungry boy? Geen hungry boy. En ik kan het zeggen, ik mag mijn kinderen niet tekort doen. Maar Erwin is mijn liefste kind geweest die ik heb opgebracht. In ieder geval was hij een heel grote Surinamer met een hele hoge dienstbaarheid naar de Surinaamse gemeenschap toe. Op zijn begrafenis was heel duidelijk kenbaar gegeven dat we deze Surinamer niet mogen vergeten. Dat we hem moeten vereeuwigen, zeker met het straatnaam. Gevraagd was voor de Gouverneurstraat, blijkt dat er andere aanvragen waren om die grote Surinamers ook niet over te slaan. Is dan gemeend om die straat die dichtst bij zijn woning, zijn polio, was de Bataviastraat te vernoemen. Het voorstel is gegaan. En om deze Surinamer, die zoveel gedaan heeft, zeker in zijn beroep als arts, naar patiënten toe, waarbij je kan zeggen dat anderen echt zijn voorbeeld mag gaan volgen. En dan vind ik het wel gehoord en raadzaam dat we die man zouden moeten vereeuwigen, tenminste alvast met zijn straatnaam. U heeft gesproken over een grote Surinamer. Het toeval wil dat Erwin Ebel ook een van de stomvoeters was van de NDP. Er gaat makkelijk gezegd worden, omdat aman bij de NDP, de Manjaning. Nou, kijk, als het toeval wil dat de grote Surinamers die een heel hoge dienstbaarheid hebben naar de gemeenschap, zie daar de president die we nu hebben, vergelijken met de vorige president. Als we dat hebben, dat die grote zonen in grote getalen bij ons zitten, kunnen we niet helpen. En het heeft niets te maken met het feit dat hij een NDP'er was geweest. Hij is een grote Surinamer. Wij hebben getoond in het verleden ook, in het recente verleden ook, dat wij, ongeacht wie je bent, ik kan een voorbeeld geven van het borstbeen van papa Lach, die jaren geleden gelegen heeft in een magazijn. En ze hebben zitten dat wegvechten. Dat een voorganger van mij gedurfd heeft om een antecedentenonderzoek van papa Lach te laten plaatsvinden. Eer hij zijn toestemming zou geven om over te gaan tot plaatsing van het borstbeeld. Hoe zij in het verleden omgegaan zijn met hun eigen mensen. Wij kijken niet naar politieke kleur. Wij kijken naar wie heeft een grote bijdrage geleverd. En die mensen eren we. Net als papa Lach zijn borstbeeld, ook dokter Erwin Ebel nu. Dat doet me goed en het is goed dat wij dus grote zonen van dit land, zeker de district, mensen die wat verdienst hebben gehad, ja, in hun leven, dat wij dat ook gaan vereeuwigen. En dat is Erwin geweest en heeft het verdiend. Ik hoorde geluiden al over een paar weken. Omdat hij een NDP'er was, is dit gebeurd? Nou, niet omdat hij een NDP'er was. Ja. NDP'er, NDP heeft in zich, of heeft gewoonte, ja, zijn de eigenschappen van NDP, om mensen die wat hebben gedaan te eren. Als de andere partijen dat ook hadden gedaan, dan zouden ze ook opvallen. Maar ze hebben dat misschien niet in hun vaandel, in hun gedachten. Ze hebben andere dingen. Wij zijn niet zo. En ze mogen zeggen wat ze hebben willen. Er waren zowel NDP'ers als mensen van andere partijen patiënten bij deze man. En hij heeft zonder aanzien des persoons iedereen geholpen. Trouwens, de speeches waren daar, u hebt gehoord. Dus Erwin is een bijzonder mens geweest. Hij is ook NDP'er geweest. Dat is zo, maar al was hij geen NDP'er, hadden wij dat gedaan ook, want Jagannat Lachman was geen NDP'er, maar we toch zijn borstbeeld gezet. Feit is dat het dus niet gaat om politiek gewin. Helemaal niet, helemaal niet. Oh, politiek gewin, wie moeten we winnen? Er is niemand meer te winnen hier, begrijp je? Dus dat is aan dat doen, Lukumoro.